De 60-jarige W. van E. is ex-TBS'er. Hij zat tot 1990 vast voor de moord op twee vrouwen in Zuid-Holland. Begin jaren 90 kwam de man, die bekend staat als zeer agressief, vrij. Nou, klaar. Hij kreeg ontslag. Hadden ze nooit moeten doen. Hij had een boerderijtje gevonden buiten Harkstede, in de polder. Niemand heeft meer naar die man omgekeken. Iedereen vond hem leuk, iedereen vond hem aardig. Maar ondertussen was hij wel weer bezig. In de stad Groningen wordt opnieuw een prostituee vermist. Haar familie vreest dat ze is vermoord. Mensen uit de buurt die hier in grote getalen naartoe komen, hebben het al over een horrorfilm die werkelijkheid is geworden. Ik denk dat wij nog nooit gehoord hadden dat iemand opengesneden was. Maar toen begon het pas. Dan moet iets gebeurd zijn. Ja, god, ik vertel veel te veel. Als je een lijk bij volwassen varkens in een hok gooit, blijft niks van over. Dit is het werk van de seriemoordenaar. Het wordt niet beter. Het wordt alleen slechter. Begeren, hebben en vernietigen.